Coach hier bij Spaanhoven, vooraf op papier zeker niet de moeilijkste opdracht. Ook niet als je na minder dan 5 minuten al die 0-1 voorsprong hebt. En dan is het toch nog bibberen en beven tot in die laatste minuten. Nou, dat papier dat moeten we stilletjes aan gaan weggooien. Hè, want ik kan niet alle weken met hetzelfde verhaal komen. Dat we in deze nationale spelen en dat je tegen ploegen speelt. En je zag dat ook vandaag, waar er heel wat technisch vermogen in zat, snelheid. En die mensen hebben een patent op de nul. Hè, dus ze zijn gewoon van de nul te spelen, eentje nul te winnen of eentje nul te verliezen. Maar wat die start betreft, ja, daar heb je wel gelijk in. Hè. We begonnen heel, heel sterk, prachtig doelpunt, goed uitgespeeld. Al hetgeen dat je opwerkt en optraint, dat was volledig aanwezig. En dan de grote leegte zeker. Hè. En dan ja, laat je heel, heel, heel makkelijk ringeloren op een tegendoelpunt. Mensen hadden ook al 4 of 5 corners gehad. Je zag in het spel dat ze zeker en vast niet onderlagen tegenover ons. En dat mag niet, dat kan niet. We hebben onder de rust, ik kan je er boos over maken, maar er zijn wel niet 1 of 2 spelers. Maar dat is op dit moment is dat een collectieve off-day, of wat je er ook mag noemen. Ik noem er al geen off-day niet meer. Maar je ziet eigenlijk niks terug waar je wilt terugzien. De snelheid van het spel gaat er helemaal uit. De zuiverheid vooral gaat eruit. Het positiespel hebt hij helemaal weg. Verantwoordelijkheden worden afgegeven. Wordt niet meer doorgedekt in fases als wij de bal hebben. Hè, want dat is de offensieve marking, noemen we dat. Dus dat gebeurt allemaal niet meer. En dan, ja. Tom Pietermaat, 2-2 op Grimbergen. Dit was zeker niet de makkelijkste wedstrijd van het seizoen. Nee, ik denk dat we geen enkel makkelijke match gaan tegenkomen dit seizoen. Ik denk mensen die denken dat we er gaan overlopen, dat we een match gaan hebben waar dat we het heel simpel gaan hebben, die komen bedrogen uit. Het is voor ons gewoon elke match knokken. Vechten voor wat we waard zijn. En hoe dat we vandaag op het veld staan is gewoon dramatisch. Ik denk dat we vooral naar ons eigen moeten kijken. En dan wordt het nog van kwaad naar erger. Hè. Dan zie je dat Grimbergen 2-1 voorkomt. Dan hebben we denk ik één malchance moment. En dat mogen we toch vermelden, denk ik. Dat is de kopbal van Davy de Beulen op de deklat. Fediveer zou ik maar zeggen. Maar goed, dat is wel een in een fase van een wedstrijd dat je beter aan het spelen wordt. En dat je wat schwung toonde. En dat je dan daar 20 minuten voor het einde 2-2 komt. Dan denk ik dat er alles nog open ligt voor de overwinning. Nu moeten we tevreden zijn met dat punt dat in extreem is door Jimmy de Jong is binnengehaald. Dat is alleen door Jimmy de Jong. Hè. Op die momenten trapt hij prachtig binnen. Jimmy de Jong, je eerste doelpunt in competitie voor dit Beerschot Wilrijk. En wat voor een belangrijk doelpunt en op wat een tijdstip? Ja, klopt. Het is, ik ben altijd blij en scoren voor de ploeg. Maar bij mij blijft de ploeg op de eerste plaats komen. En ik ben blij dat ik nu heb kunnen helpen voor toch nog een punt eruit te slepen. Maar ik had toch liever gewonnen. Ik ben een die altijd wilt winnen. En als we niet kunnen winnen, ben ik niet 100% gelukkig. Dus vandaag is dat een beetje met gemengde gevoelens. Maar toch, kijk, ik ben blij met mijn eerste doelpunt en ik hoop dat er nog mogen volgen. Heb je er een verklaring voor waarom het zo stroef liep vandaag? Ja, ik denk, het is gewoon het spel dat we in derde hier tegenkomen. Het voetbal hier in derde is volledig anders dan dat de meesten gewoon zijn. En ik denk, gelijk vorig jaar ook in vierde, het voetbal nu, kun je ook niet vergelijken met wat de spelers hier in vierde hebben gehad vorig jaar. En we hebben het er gewoon een beetje moeilijk mee, denk ik. Zij vallen hard terug, omdat ze weten dat wij kunnen voetballen. En natuurlijk in de laatste 20 meter naar doel toe dan hebben wij het wat moeilijk. Omdat ja, als daar 10 man op een korte ruimte bij elkaar staan, dan is het moeilijk om ruimtes te creëren natuurlijk. En we proberen dat dan wel. Ik denk dat we altijd wel goed starten ook, maar dan het een beetje laten afweten. Waardoor dat een tegenstander er een beetje kan doorkomen. En dat zijn momenten dat we moeten proberen vermijden. Waar ze de gebrek aan inzet, dat vind ik niet. Ik vind dat is te kort door de bocht. Dat is veel te gemakkelijk vertaald. Dat is ook zo'n stokpaardje waar iedereen opspringt. Nee, maar het volstaat niet dat je met klassen op het veld staat. Hè. Dat is wel heel duidelijk in derde klasse. Die klasse die moet gecompenseerd worden door inzet, door instelling, door overtuiging en vooral door zuiverheid. Die zuiverheid in die passes die volledig wegvalt. Dan hebben we op het laatste eigenlijk alles of niks gespeeld. Hè. We zijn met een driehoek offensief gaan spelen. We spannen met 3-4 spelers voorin. Ja, je probeert natuurlijk dat puntje uit de brand te redden. En dat is dan ook gelukt, maar dat is het enige positieve. Het was bij wijlen ook zeer hard voetbal. Ja, dat klopt, maar dat weet je dat in derde klasse voorkomt. Dat duels en dat vechtvoetbal is. Maar met onze kwaliteiten moeten we altijd dat vechtvoetbal blijven. Dan moeten we gewoon tonen dat we technisch superieur zijn. Maar we laten ons gewoon keer op keer vangen om tempo eruit te halen, om de match te vertragen en om mee te gaan in die duels gewoon. Nochtans, na nog geen 5 minuten die 0-1, het zag er fantastisch uit. Ja, 0-1, iedereen denkt dan het wordt hier een walkover. Maar dat weten we dat absoluut niet gaat gebeuren dit seizoen.
na die 0-1 we starten furieus en daarna laten we, ik weet niet met welke reden, laten we ons gewoon doen. Winnen we geen enkel duel, winnen we geen tweede bal. Ik denk dat we vandaag 2-2 spelen, dat we heel goed wegkomen, want vandaag verdienen we zelfs geen punt volgens mij. Ook toch weer wat gemiste kansen vandaag? Ja, dat wel, tuurlijk. Zeker en vast. We blijven het toch moeilijk hebben met scoren, vind ik. Ik denk, we komen vroeg op voorsprong, wat heel goed is. Maar daarna, ik denk, dat je zelfs met een klein kanskanaal, als je de 2-0 kunt maken, voordat zij de 1-1 maken, is dat een heel ander verhaal. Bij hun gaat dat ook in het kopje spelen en dan denk ik dat we hier kunnen winnen vandaag. Over in het kopje spelen, hoe lang blijft dit hangen? Ja, soms kan dat wel eens blijven hangen, maar dat mag niet langer zijn dan maandag. Want dan begint er een nieuwe week en dan moeten we zien dat we de volle focus hebben op onze thuiswedstrijd. En zien dat we puntenverlies van vandaag dan zeker kunnen rechtzetten. Dat we thuis de 3 punten pakken. Nee, het is gewoon spelers die hun hoogste niveau moeten gaan halen. Dat gebeurt nog altijd niet. Maken we ons er zorgen over? Ja. Anderzijds blijven wij mee hangen. Wij pakken een punt vandaag. Is dat goed genoeg? Nee. Maar je moet dan het positieve proberen te onthouden van dat punt. En dat is dat je dat punt toch nog wel met vechtlust op laatste brengt. Dat je alles hebt gedaan. Ook van op de bank voor die wedstrijd te doen kantelen. En dat we daar voor beloond zijn. Maar dat het spel beter moet en kan en zal moeten zijn. Ja, ik denk dat iedereen dat ziet. Ja, zaterdag moet er gewoon terug bonk op zijn. Ik denk elke keer dat wij punten laten liggen, zijn we ons eigen verplicht om terug 3 punten te pakken zoals we elke match moeten doen. Wat dat vandaag gebeurt is gewoon onaanvaardbaar. Ik wil niet hard zijn voor de groep. Of ik wil de groep niet met de vinger wijzen, maar het moet gewoon met de kwaliteiten dat we hebben, moeten we gewoon veel beter doen dan wat we vandaag gedaan hebben. Laatste vraag. U hebt hier een geschiedenis in dit stadion. Hoe was het om hier terug op de bank te zitten? Prachtig. Prachtig. Mag ik nu ook eens lachen vandaag? Ja, prachtig. Ik moet die mensen feliciteren, want het speelveld lag fantastisch. Het lag zoals ik het altijd hier in Boom heb gehad. En inderdaad, ik heb een heel mooie periode hier meegemaakt met 2 promoties op rij. Op 3 of 4 jaar, van 4e naar 2e nationale. En we hebben hier een fantastische tijd gehad. Dries Ventose, David de Smet waren er ook nog bij. Het was altijd prachtig hier. Aparte sfeer ook, en we zullen dat binnen 14 dagen wel merken. Het is een aparte sfeer, want dat een Bomenaar achter zijn ploeg begint te staan, dan... We zullen hier ook een lastige wedstrijd spelen. Maar ik dacht vandaag dat we een iets makkelijkere wedstrijd gingen spelen. Misschien binnen 14 dagen er al de geschiedenis zich, maar is juist andersom.